De 29e Kaagweek zal vele deelnemers aan de wedstrijden op de tweede dag lang heugen. Het begon erg rustig. Te rustig eigenlijk, want er was nauwelijks voldoende wind om de boten in beweging te krijgen. Toen de Pampusklasse gestart was, begon het drama. Een ontzettend noodweer barstte boven de plassen los. De slagregen en een windhoos werden vele boten en hun bemanningen noodlottig. Het duurde maar kort, maar nog lang genoeg om 5 Falcon, 1 Sharpie en een Olympiajol radicaal uit te schakelen. Toch had de bui ook nog een goede zijde, want er bleef een beetje wind over, zodat er in ieder geval gezeild kon worden. De regenbogen die het laatst starten op deze middag hadden echter uren nodig om naar de finish te drijven, want toen was het werkelijk bladstil.